Je zou het in deze tijd bijna vergeten, maar een goed boek is nog steeds een lust voor het brein. Maar welk boek dan? Tom de Kruijf neemt er iedere week 3 onder de loep en wordt daarbij bijgestaan door Ria Kostelijk in de podcastserie Mens en Boek. Hallo. Ja, hi, leuk dat je er weer bent. Leuk hè? Ja, ik vind dat altijd wel heel gezellig. Oké. Wat heb je vandaag voor ons? Wat voor een prachtige muziek heb je? Ja, ik heb weer een item of een thema, hoe heet dat? Nee, wel weer een verhaal. Allemaal maar, gekke dingen? Ja, ik heb 2 boeken en een dvd. Wat hè? Dode mensen? Dode mensen? Met je muziek? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, ik weet niet of ze leven. Oh. Ik zal het misschien even... kan ik even opzoeken of ze nog leven. We beginnen met het is een beetje lang. Charles Wright and the Watts 103rd Street Rhythm Band. Ja, ja. En het liedje heet Express Yourself. Nou, dat moet je wel kunnen als je zo'n tekst moet lezen. Daarom. Express yourself. Express yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do. Ja, hij leeft nog. Hoe keek nog eens aan. Ja, dus dit wordt de eerste uitzending met... volgens mij alleen maar levende artiesten. Oh, nou, ik vind het helemaal geweldig. Ja, verder is er op dit moment niet zoveel over het liedje te vertellen. Het is een cult soul liedje. Aan het eind van de uitzending komt het verhaal bij dit liedje. Ja, zo weet je het een beetje. Je moet een spanningsboog creëren, zodat mensen tot het eind toe blijven luisteren en niet afhaken op dit verder. Nee. En dan is dat Dijk. Ja, dit boek heet Dijk, H.M. van den Brink. Het is al een paar jaar oud. Dit is de tweede keer dat ik het las. De eerste keer dat ik het las, dacht ik, oké, leuk. Boek hier verder mee. Klaar, wegleggen. Maar omdat ik verder niks in huis had, dacht ik, nou, ik lees het nog een keer. Volgens mij heb je wat 1000 boeken in huis. Ja, dus maar kan me niet voorstellen. Ik koos deze uit om nog een keer te lezen. En ik vond het eigenlijk wel een heel mooi boek. Het gaat over... Een deken van een boek. Ik probeer even te bedenken waar dit... Ja. De verteller is naamloos. En hij vertelt over zijn eigen leven, maar ook over het leven van Dijk, Karel Dijk. Zij hebben beide gewerkt op een instituut dat, het bestaat nu niet meer, maar dat eikte weegschalen al dat soort spul. Ja. De meter. Een soort kema. Ja, een voorloper van de kema. Maar dat deden zij. Als je dat gewoon zo zou vertellen, dan wordt het een beetje saai. Het boek is interessant, denk ik, omdat het heel erg in de tijd heen en weer gaat, waardoor het ook een bepaalde spanning kan creëren. Dijk is jarenlang de collega geweest van de hoofdpersoon. En het verhaal gaat eigenlijk meer over Dijk dan over de hoofdpersoon zelf. Mm-hmm. En Dijk is, het is een rare man. Hij is lang, mager, streng en heel precies. En wat het boek doet is eigenlijk vertelt het, daar gaat het meest om. Dijk gaat weg bij de dienst die al die dingen eikt. De eikdienst. Hij wil eigenlijk niet echt weg, maar goed, Dijk neemt toch afscheid. Alleen, hij komt niet opdagen op zijn eigen afscheid. Er is een receptie, maar Dijk komt maar niet en hij komt maar niet. Er staan dus allerlei mensen te wachten op Dijk die niet komt. Er is een speech. Er is een speech. De directeur houdt een speech. En die speech is geschreven door de hoofdpersoon. Aha. En daardoor heeft hij zich heel erg kunnen moeten verdiepen in... wie was nou Dijk? En hij gaat dan ook zoeken in het archief van personeelszaken. Mm-hmm. En komt daar geheimzinnige dingen in tegen over Dijk. Dat afscheid komt in de loop van het boek steeds terug. Je komt steeds verder in dat afscheid. Er tikt echt een klok, want waar blijft Dijk? Nou, ik kan niet vertellen hoe het afloopt, want dat is best wel leuk, zeg maar. Laten we zeggen, Dijk komt nog wel. Maar daarna gaat het allemaal iets anders dan we allemaal dachten hoe het gaat met een afscheid. Wat het boek zeker voor ons mensen in Noord-Holland leuk maakt, is dat het voor een deel... op het platteland hier in de buurt speelt. Want vroeger hadden mensen een weegschaal. Als ze een winkel hadden ze een weegschaal. Ja. Maar die moest dan... Eikt worden. Ja.
En ja. De bedoeling was dan dat je met je spullen in dit geval naar Alkmaar kwam. En dan werd dat nagekeken. Maar sommige mensen, ja, dat was te ver weg. Die deden dat niet. Zou dat niet bij de Waag zijn gebeurd? Dat weet ik niet. Dat wordt niet genoemd. Nee, nee. Dat zou wel kunnen, denk ik. Hij gaat, de hoofdpersoon, dus ook op pad. En dat betekent dat je met een bus en daarna lopend... hij gaat naar Sint Maartenszee, dat soort dorpen. En dan kom je bij boeren die... Oh ja, ja hey, cool. Volgens mij verkoopt die man aardappelen. Dus heeft hij een weegschaal, dus gaat hij naar binnen. Ja, en dan vinden daar nog wel eens confrontaties plaats. Want ja, wegen, als je daar met je vinger op kan drukken... of het gewicht klopt niet helemaal... is dat winst voor de verkoper en verlies voor de koper. En die verhalen over het platteland hier... in de jaren 60, denk ik... Ja, toch, die zijn echt heel mooi. Ja, ja, ja. En dat is echt mooi om te lezen. En ook wel... Ja, er zit natuurlijk, het is literatuur, een hoop tragiek in. Maar het is wel mooi om over een heel oud winkeltje in een dorp te lezen... waar een supermarkt is gekomen. Dus dat winkeltje heeft eigenlijk niks meer te doen. Ja. En natuurlijk wordt er dan gerommeld met de weegschaal... op een hele ingenieuze manier. En hoe gaat de hoofdpersoon daarmee om? Want hij ziet het verval van het huis. Hij ziet de nood van die mensen. Maar hij is ook in dienst. Hij moet dat controleren. Ja, dat is mooi om te lezen, hoor. Echt heel prachtig. Er staat echt een dubio van wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ja. En wat zijn de consequenties van mijn handelen? En die, er zit een verhaal tussen waarvan je dan... en de hoofdpersoon zelf ook denkt... dat had ik misschien anders aan moeten pakken. Dat is niet prettig. Heel erg mooi boekje om te lezen. Het is niet super spannend of zo. Nee, maar gewoon zo lekker weglezen. Het is mooi. Het is mooi om te lezen over hoe dat hier vroeger ging... op het Noord-Hollandse platteland. En kijk, wij zijn allemaal de weg van Alkmaar naar Den Helder... en hier vandaan naar Schagen gewend. Ja, dat was allemaal anders. Dat ging allemaal... Je moest gewoon lopen en op de fiets en al dat soort dingen. Heerlijk. Ik vond het mooi boek. Mooi. Aanraden. Ik vind hem trouwens ook op de zijkant heel apart. D. Eik. Zo, hè? Ja. Dat is van het eiken. Ja, dat is natuurlijk van het eiken inderdaad, ja. En een dijk is tegelijkertijd natuurlijk ook een verdedigingsmuur ergens tegen. Ja. Dat zit allemaal weer in de geschiedenis van Karel Dijk zelf. En dat is, ik vond het mooi. H.M. van den Brink. Aanraden om te lezen. Wat gingen we nu ook weer doen? Ja, dit is ook weer zoiets. Bijzonders. Ik kwam een filmpje tegen op YouTube van een man die heet Benny Green. En er stond bij de busstop. Het is een ontzettend aandoenlijk filmpje. Het is een privéfilmpje volgens mij. Je ziet een zaal vol mensen. En daar staat iemand voor en je hoort muziek. En die man die ervoor staat, die roept af en toe iets. En die hele zaal beweegt dan op een bepaalde manier. Het is heel schattig. Maar... toen dacht ik, ik ga eens even opzoeken wie Benny Green dan is... en of hij een liedje heeft dat heet Busstop. Dat bestaat helemaal niet. Dit is een vaag verhaal, ik geef het toe. Mijn hele leven zit vol vage verhalen. We zijn het een beetje gewend. Ja, we zijn het gewend. Het liedje wat je dan hoort... dat blijkt Do It Any Way You Wanna te heten van The People's Choice. Oh ja, dat kennen we. Ja. En dan komen we straks weer terug op de rest van het verhaal. Aha. Na het volgende liedje. Ja. Even zeggen dat ik deze keer toegankelijke muziek laat horen, vind je niet? Absoluut. Ja, absoluut. Nou, ik kom zo even terug op Benny Green en de busstop. Ja, want daar zo kwam ik op dit liedje. Ik wou even zeggen dat de vorige keer eigenlijk ook best wel toegankelijk was. Maar, dus de keer hierna ga ik denk ik gewoon echt helemaal... weer uit je plaat. Echt, dat ik denk zo, dat snapt helemaal niemand. Nee. Ter afwisseling doen we geen boek, maar een DVD. En de DVD heet The Biggest Little Farm. Ik heb hem gekeken... en ik heb hem meegenomen omdat hij volgens mij niet op een of andere streamingdienst te zien is. Dus wij lenen ook dvd's uit en soms is dat best heel leuk om te doen. Dit is een documentaire, nou niet allemaal weghollen. Dat hoeft echt niet. Het gaat over twee mensen, John en Molly. En ja, dat deel van het verhaal is niet echt te geloven. Ze krijgen een zwerfhond en die willen ze het allerbeste leven geven wat die hond kan krijgen. En dat is op een boerderij, dus gaan ze een boerderij beginnen. Ja, dat is natuurlijk gewoon een beetje onzin. Maar
Daarna wordt het wel leuk. Zij nemen zich voor een boerderij te gaan opzetten. Doen, zeg maar, ja. Opzetten. Ja. Goed woord, opzetten. Ze hebben zelf niet zo heel veel geld. Dus via crowdfunding weten ze een hoop geld bij elkaar te krijgen. Dat dan. Zij kopen dan een stuk land. Ja, ik had het niet gekocht, zeg maar. Het is in Californië en groeit echt nauwelijks wat op. Dat beseffen zij zich ook al heel vlug. Waardoor ze op zoek moeten naar een adviseur die ze vinden. En die man gaat zich intensief met het project bemoeien. En weet hen zover te krijgen, te overreden. Dat zij een ongelooflijke diversiteit aan planten, bomen, vruchtbomen, dieren allemaal gaan doen. En hij is ook echt heel veel. Ik geloof dat ze op een bepaald moment iets van 138 verschillende soorten bomen op hun... Een soort ark van Noah, maar dan met bomen en, ja, en planten. Ja. Dat, het is een hoop. Het is echt een hoop. Nou ja, dat zie je allemaal in deze documentaire. Maar dan hebben zij ook verschrikkelijk veel dingen moeten doen om daar water aan te leggen en zo. Want ja, dat klopt. Zeggen, als er geen irrigatie is, dan dat doen ze ook. Testen, en het gaat voornamelijk ook heel erg over poep. Want ja, mest. Ja. Mest is heel belangrijk om die grond weer aan de gang te krijgen. Dus heb je dieren nodig. Dus. Dus het wordt een cirkel. En daar gaat eigenlijk deze documentaire over. Over een andere manier van landbouw. Je ziet heel veel problemen en een echt Giga. Alles gaat bijna fout wat fout kan gaan. Ze hebben heel veel kippen. Ze verkopen flink goed eieren. Tot er coyotes beginnen te duiken. En die eten natuurlijk die kippen op. Ja. Je ziet in die documentaire dan ook weer de oplossingen die ze verzinnen. Of eigenlijk de oplossingen die zichzelf aandienen. Want een van hun honden blijkt de kippen niet op te eten. Die gaat bij die kippen zitten. Waardoor de coyotes niet meer bij de kippen kunnen, maar die willen wel wat anders eten. Dus. En die eten dan weer de ratten die aan de bomen lopen te knagen. Dus hebben ze daar weer geen last van. Wat de film duidelijk probeert te maken is dat wanneer je binnen een boerderij, gemeenschap, heel divers je spullen neerzet, verbouwt, de kans groot is dat, dat je jezelf kunt bedruipen. Ja, maar ook dat de natuur zichzelf eigenlijk in stand houdt. Ja, ja. En de aanvallen die vanuit de natuur zelf ook weer plaatsvinden, ook weer af weet te slaan. Ja, ja. Nou, je kan daar heel erg lang over discussiëren of dat nou wel kan of niet kan. Wah, bah, bah, niet boeiend. Dat vind ik op dit moment, want het gaat mij alleen over die film. En dat is eigenlijk, het is heel leuk om naar te kijken. Het is niet saai of zo. Nee, mooi gefilmd. De John hoofdpersoon is gelukkig zelf ook goed met de camera. En ergens in de loop van de film krijgt hij ook echt een hele goede camera. Dus dan worden de beelden ook heel mooi om naar te kijken. Want hij kan echt heel goed filmen. De vruchten van bomen, de wat er op de grond ligt. Het is echt heel erg leuk te doen. Nee. Maar het kost hun wel 7 jaar voor ze die hele cyclus zo ver hebben gekregen dat de natuur eigenlijk zichzelf in stand houdt en er niets meer gewoon echt kapot gaat door plotselinge rampen. En dat is wel mooi. Het zit vol mooie vindingen. 7 vette, 7 magere jaren. Nee, misschien is het geen toch toeval. Allemaal, ja. Ik vond het voor een documentaire over landbouw zeker. Ja, ja. Nee, want dat is het eigenlijk. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk gewoon over de ontginning van een waanzinnig stuk land. Je zet een boerderij neer en wat moet je doen om te zorgen dat het zichzelf... Dat je ervan kunt leven. Ja, het zichzelf in stand houdt. Ja. Het is een andere manier van kijken naar landbouw. Ja. Ik vond het leuk. En het is ook hartstikke leuk om naar te kijken. Want het zit ook vol met plaatjes van lieve kleine biggetjes en leuke honden en al dat soort dingen. Enig. Echt waar. The Biggest Little Farm. Je hebt genoeg. Als je geen zin hebt in Netflix of in de weet ik niet wat ellende, corona, dan zou je ernaar kunnen kijken. Ik vond het leuk. Ja, dat is weer eens wat anders. Ja, vond ik wel. Dat is weer eens wat anders. Nou, nog weer eens wat anders. Oh ja, want dat ging dus over dat liedje. Want ik zag dat filmpje, Benny Green, de busstop. En ik kwam maar geen liedje tegen wat zo heette. Maar goed, ik ben niet gauw te stoppen. Dus Benny Green. Zijn er liedjes over een busstop? Nou, het blijkt allemaal te gaan dat de busstop is een dans. Die, misschien ken je Saturday Night Fever nog, die film. Ja, je ziet dan in die disco, zie je allemaal mensen op een rijtje staan. Ja, ja, ja. En die doen allemaal dezelfde bewegingen. Ja, de busstop blijkt de eerste discodans geweest te zijn die dat deed. Aha, en die was dus heel erg populair. Ja, ja. En werd populair omdat het de eerste dans was waarover in een groot
nationaal tijdschrift in Amerika geschreven werd. Daarom kwam ik dus een filmpje tegen dat de busstop heette. Ja. Maar echt, zoek het op, want het is echt aandoenlijk lief. Je ziet zo'n hele zaal wat ongemakkelijk doen en dan weer een beweging maken en handklap. Het is echt heel lief. Ja, het voordeel is ook dat je in principe niemand nodig hebt, want je kunt gewoon in die rij gaan staan en meedoen. Ja, dus als je dat zou willen. Ook de muurbloempjes. Ik bedoel ook de muurbloempjes die graag een keer willen dansen. Ja. Dat sluiten aan. Ja, dus ik vond hem... Dat is heel sociaal, een hele sociale dans eigenlijk. Net als en daarom voel ik me er totaal niet bij thuis. Maar gelukkig heb ik nog wel een liedje gevonden. Dat is van de Fatback Band en die heet Are You Ready to Do the Bus Stop? Ah, dat is helemaal geweldig. Ik zou bijna zelf gaan dansen, maar gelukkig, ik heb de motoriek van een dode flow, dus dat gaat echt niet lukken. Nou, ik vond de bewegingen die je net maakte met de hand, ik vond het dan wel aardig hoor. En dan ben je toch weer blij dat het geen tv is. Ja, nou ja, dat kan hoor. Misschien hangt er wel ergens een camera zonder dat we het weten. Geweldig. Vond je niet een leuk liedje? Ja, jawel. En alweer heel erg normaal. Ja, ja. Het moddermonster. Ik heb op het moment een moddermonster thuis. Oh, dan kun je deze meenemen. Ja, geweldig. Die grote kleine. Die is vandaag alleen met haar moeder bij ons. Dus dat is heel erg leuk. En die heeft gisteren opa geholpen op de foyer om het blad eraf te halen. Nee, blijf jij maar staan, opa, doe ik dit werk wel. Ah. Die zat tot aan de nek in de rol. Oh, nou is dit denk ik goed om op aan te haken. Geweldig. Dit gaat over de jungle. En, dat was ook net een jungle. Ja. Alle dieren in Afrika zijn bang voor het moddermonster. Oh, geweldig. Ah, ja. Dat zou ik ook erg bang voor worden. Ja. Kijk, je ziet wat daar nou toch in, in de modder zit. Nou, apen zijn er bang voor. Eet ons niet op. In een hoofdje. Maar het blijken vijf flamingo's te zijn die in de modder zitten en daardoor bij elkaar op een monster lijken. En die apen zijn, lachen. Geweldig, ja. Willen jullie ons alsjeblieft naar de rivier brengen, zodat we weer schoon... Dus die apen brengen die flamingo's naar de rivier, maar glibberen toch weer uit in het bos. En dan wordt het dit. Veel groter monster. Tuurlijk wordt het een grote monster. En dan, lachen. We zijn eigenlijk vijf flamingo's en vier apen. En nou ja, zo gaat het tijd door. Geweldig. En het rattenzwijn gaat ook mee? Ja. En op het eind krijg je dan ook nog wat. Even zien hoor. Ja, natuurlijk. Folianten. Kijk, dit. Ja, daar blijken nou vijf olifanten te zijn. Ja. Nou, enorm. Ik vond hem heel leuk. Echt mooie plaatjes ook. Heel erg vrolijk boek over een moddermonster... waarvan elk kind kan zien dat het echt geen monster is. Nee. Maar als volwassene kun je wel lekker volhouden dat het toch echt een monster is. Jawel. Echt een monster met dus vijf. Dus dit is wel echt mooi om voor te lezen. Ja, het moddermonster door Johnny Wild. Maakt niet uit. Het is een prachtig boek. Echt prachtig boek. Echt prachtig boek. Geweldig. Ja. En omdat ik nog steeds niet weet wat ik met jongeren mag doen in de bibliotheek. Verder. Ja, nou ja, we krijgen een keertje nieuwe... maatregelen, denk ik. Dus maar voor de rest is het... Afwachten en dagen tellen. Ja, dus doen we het laatste liedje even. En we begonnen met Express Yourself van Charles White en de What's 103rd Street Rhythm Band. En dat was Express Yourself deel 1. We gaan nu luisteren naar Express Yourself deel 2 en ik zal straks uitleggen waarom. Hij zit ergens met zijn vingers tussen. Ik weet niet precies wat er gebeurd is in de tussentijd tussen deel 1 en deel 2. Maar ze hebben waarschijnlijk iets gerookt of gedronken. Ik weet het niet. Maar ik heb ontzettend goede herinneringen aan dit liedje. En die wil ik toch even met de wereld delen. Ik werk al heel lang in bibliotheek. Ooit in de bibliotheek Den Helder. En toen waren cd's nog helemaal top.
Iedereen wilde cd's. Ja. Dus nou ja, de bibliotheek kocht cd's. Die werden vervolgens gejat. En dus moesten we ze aan gaan vullen. En daar heb je een plek voor in Nederland. Het heet de NBD, Nederlandse Bibliotheekdienst. Ik ging daar met... ik mocht mee, zeg maar. Ja. Wij gingen cd's kopen. Reuzelollig. In die bakkenbladeren. Oh, die en die en die. Ja. Dus we moesten echt heel veel. Maar dat was op. Je had bakken met cd's. En het was ook een kantoor. En dus daar werkte een man of zes. En omdat het een beetje stil was, dachten we van... nou, gaan we zelf ook even muziekje draaien. We kwamen... volgens mij meestal was het toen een cd. In een bieb toch vaker? Nee, dit is gewoon een kantoor. Dit is geen bibliotheek. Dit is gewoon een kantoor waar je boeken en cd's koopt. Maar toen kwamen we deze... volgens mij was het een cd tegen. En we kwamen dit Express Yourself Part 2. Dat gaat een minuut of zes zo door. En het wordt steeds slomer. En de muziek valt op een gegeven moment helemaal weg. En dan hoor je alleen maar... En we vonden het fantastisch. Dus dat liedje hebben we geloof ik wel 8 keer achter elkaar gedraaid. En die gasten... Tot we eens een keertje... Iedereen weg. Iedereen was weg. Elke keer als ik dit liedje draai... Dan moet denk je daar aan denken. Ja, dat hele geweldig. Kantoor, die werden helemaal gek. Maar ze zeiden ook niks. Want ja, wij zijn klanten. En we stonden daar een vermogen aan cd's te kopen. Dus ze zeiden gewoon niks. Ze gingen wel weg. En ik vond het heerlijk. Anders had je misschien, wel heel tactisch. Ja. Geweldig. Maar goed, dat was het voor deze keer. Ik vond het een geweldige afsluiting. En had je al die cd's daar gescharreld? Of... Nee, dat weet je niet meer. Nee, dat maar is zo wel, lang geleden, deze... maar dit kan ik me herinneren. Ja, mooi. Nou, dankjewel. Dankjewel voor dat mooie climax. En dankjewel voor je mooie verhalen weer. Okay. Mens en Boek is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Bibliotheek Langedijk. En natuurlijk te vinden op streekstadcentraal.nl.